zijn alweer op een locatie. En daar zijn we weer. Ja, helemaal top. Kijk, dit is handig. Deze. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 2 augustus 2023. En het is nou net 1:05 in de middag geweest. Ja, precies dat. Daar staat Beauty. En Ro is even naar de keuken toe. Want ik ga even een eitje bakken. Even gewoon, nou niet één eitje, maar... Gewoon even 3 eitjes, gewoon even roeren, door elkaar heen roeren. Hi kerel! Hoi! Hi mannetje! Ja, zo, goedemorgen, sorry, dat is de zoon. Die daar. Zo, goedemorgen. Ja, nou, en die mag jij hebben, die, en die eieren die daar nog op liggen. Want volgens mij zijn die niet goed. Nee. Mag jij lekker koken zometeen. Niet bij mijn eieren, alsjeblieft. Please. Pa. Weet ik het. Geen idee. Maar oké, ik ga dit eventjes even roeren. En dan ga ik het ook eventjes bakken. Komt helemaal goed. Ja, dus dat. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben alweer op een locatie. Ja, bij de tandarts Rianne. Dus ik noem het al naar de dieren tante Rianne. Ze heeft alweer een streepje voor. Ik denk als ze dit gaat zien dat ze moet lachen. Dus ik ben inderdaad alweer bij de tandarts. Ik heb om 3:00 een afspraak. Het is nu 3:15. Dus ik ben een kwartier te vroeg. Maar dat maakt niet uit. Nee. Dat maakt zeker niet uit. Voor mij niet, zeker niet. Dus ik ga gewoon mijn sleutel pakken. Ja. Mijn andere sleutel doe ik even daar. Ja. En ik moet een nieuwe oplaadkabel halen voor jullie. Voor een auto. Want deze die wil niet echt meer wat ik wil, zeg maar. Dat is vervelend. Deze gaat even hier. Ja, gezellig. Ja, gezellig, gezellig. Doe ik die even dicht? Die ook even dicht? Alles dicht. Dus ja, en dan heb ik nog een kwartier om eventjes te niksen ze eigenlijk, zeg maar. Ja, een kwartier jongens. Een kwartier. Hoe dan? Maar ja, maakt niet uit. Een kwartier is een kwartier. En niks anders. Dus ja, hè. Dus ik ga jullie weer even opbergen. Ik neem jullie wel mee naar boven. En dan zien we het wel weer. Ja. Want ik mag verder niet filmen hier op het terrein. Wat ook logisch is. Want hier wonen ook cliënten. Dus van het honk hier. Dus ja, en die mogen er niet op. En daar heb ik gewoon alle begrip voor. Gaan we hier maar eens even de app er weer bij pakken. Ik ga de kleppie alvast over doen. Ja. Ja, tanken. Graag. Pompje nummer 3. Ik zat van mijn geloof op. Bevestigen. Jee, zo kan het ook. Ja, precies. Het waait een beetje. Maakt niet uit. Die zon moet ik sowieso niet hebben. Jongens. Wat waait het? Wat waait het? Hard. Deze. Ja, check. Niet zo heel veel, maar wel weer even voor wat anders leuks te gaan doen. Waarom ik eigenlijk nu denk, weet ik niet, maar... Dan zeg ik alweer 13 euro en ik ga alweer naar de 20 euro zometeen verder. En 30 euro die kan ik ook alweer aantikken zometeen, denk ik zo. Ja, wat zeg ik? 1,99,9. Dat is een beetje oud aan mijn portemonnee.
prima zo. Nog even leeg laten druppelen. Ja, het is toch benzine vanzelf. Dat vind ik heel belangrijk. Zo, daar nog eens. Top. Oh. Ja, check. Top. En ik ga jullie weer op weg kijken. Lijkt me een hele goeie. Het is lekker weer. Het scheelt weer. Heerlijk weer. Heerlijk, nat. Lekker man. Cool weer. Ja. Lekker zomer in Nederland. Welkom, welkom. Moet je eens kijken, is leuk man. Ja, is leuk, lekker rijden in de regen. Moet je natuurlijk niet met open cabrio gaan rijden, dan word je zo nat van. Ja. En dat is ook niet echt handig voor je interieur. En hoeveel... Is de batterij trouwens? Die staat... Hoeveel is de batterij? De batterij is staat op 36%. 36? Ja. Kijken. Geschat, kijken, want dan moet ik hem wel opladen. 73 ook. Oh, net zeggen, dat is iets heel anders. Ja, hier staat 36. Daar staat 73. AV-kam 50. Nee, die hebben Ro. Ja, dat is 33%. En dat is de batterij. Dat is de batterij. Oh, oké, hier staat een batterijtje bij. Ja. Ja. Zo, hier staat 32. Ja, maar dat is de kaart 1 en kaart 2. Hoeveel uren er op zit. Kijk eens aan. Dat is wel lekker natuurlijk. Een bruggetje. Zo, waarom doe jij je achterlamp aan? Dat het handig is. Meneer Hongaar. Of nog was dat je remlichten? Ik denk ze remlichten, maar dat weet ik niet helemaal zeker. God! Hij staat op de dashcam gelukkig. En daar zijn we weer. Ja, helemaal top. En maandag tot en met zaterdag van 7 tot 10 uur. Ja, staat hier ook heel netjes aangegeven. Helemaal top. Hi. Gezwelly. Gezellig, dus gezwelly. Nou, niet gezwelly, ja. Niet, ik wel. Gezwelly wel. Niet gezwellig. Maar ik wel. Ik vind het juist leuk. Ja. Ah, lege flesjes. Ja, check. Check, 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 dubbel check. Hier, gewoon. Hoe dan? Hier, sla gewoon 70 cent. Wacht even, ik neem even de sla mee. 70 cent, dus kom op. Een sla. Ik neem een sla mee. Voor 70 cent. 2,30 euro voor een kilo. Zandig. Dat is watermeloen. Schat. Oh, daar ben je. Is dit nou... een 99 cent. Hoe dan? Ja, per en per kilo dan, hè? En dat dan weer wel. Twee? Hoe dan? Hoe dan? Nee, duurder hoor. Denk ik. Ga jij eens even kijken op en op Jumbo? Kijk uit 18. Ja, nou ja, prima. Nee, precies dat. Jumbo. Laat maar kijken. Kom maar. Ik ben benieuwd. Doe gewoon naar die gorken. Jumbo, moet je wel even gewoon even. Nee, gewoon even erop. Nee. Nee. Oh.
Jij wil op die manier, maar wat ik bedoel, ga je gewoon even naar de zijt. Akkoord. 82%. Oké. 1,64 uur. Oké. Je weet meer dan 12 uur naar werken. Ja, precies dat. Oké, okay, check, 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 check. Maar ja, maakt niet uit. Ja, ja. Paprika. Dit is aloe vera. Oké. Okay. Schimmeltjes hebben? Nee. Oh, ik kan het ook dus hier gewoon pakken. Oké, okay, check, weet ik. Dat is ook voor de volgende keer. 70 cent. Hè? Huh? Bijna wel, ja. Radijsjes, toch? Koolrabi, oké. Okay. Ja, waarom niet? En zelfs dit kan ik zelfs door het eten nog heen doen. Dus gewoon lekker meenemen. Hartstikke deed er alles in. Mazzel. Staat het toch voor? Dit moeten zij eigenlijk ook gewoon en bij ons doen, hè? Dit is ideaal. Klanten moeten er zelf in, hè? Hè? Klanten moeten er zelf in. Ja. Precies dat. Maar het is wel handig. Nou, wij gaan even weer even shoppen in Duitsland. We gaan eens weer eens even kijken bij de drinken. Vind ik leuk. Ja. Kijk hier. Schweppes. Nou, die hoef ik zelf niet. Denk ik zo. Maar we gaan eens even kijken. Het is stikke mooi. We hebben hier een 2 liter fles voor 1,89 voor 2 liter. Ja, bijna 2 euro. Huh. En dan, ja, ik snap het nog steeds niet hoor. Ik snap het echt niet. Hier 1,89 en dan moet je in Nederland gaan kijken hoe duur het daar is. Mega duur. Moet jij niet nog, ja dat, en die haal je daar altijd hè? Ja, hier schat, hier. Hè, wat? Wat? Dat weet ik ook niet, maar hier heb jij appelsap. Hier appelsap. Ja. Zo, man. Kijk, gewoon 1,5 liter voor 60 cent. Hm. Je hebt hier gewoon zoveel. Dan zeg je gewoon u tegen. Ah, die. Ja. Maar twee. Ja, en ik wil even deze voor zometeen. Want ik, die was net niet zo lekker. Een beetje te veel mosterd en alles. Ja. Dus ja, dus dat. Waar kijk jij naar? Nou, nog meer van de kolen. Een grote fles van. Ja, ik weet niet. En anders moet je zo even vragen. Vragen, daar wordt men wijs van. Normaal is het dus gewoon dik 2 euro. Ik wil wel eventjes weer even een... Sorry dat ik een boordje moest laten, maar het moet er wel uit. En ik denk dat ik deze mee ga nemen. Waarom weet ik niet, maar... Ja, ik neem deze mee, vind ik leuk. En waar Ronald is, weet ik niet. Wat is dit nou weer? Kijk eens. Dit is, en het is ook weer een cola zo. Lombi cola.
Dus een classic en dan hebben we hier ook nog een cola. Zero. Oké. Okay. Cola limonade. Ik wil hem proberen. Jij? Jij? Nou, dan voor jou een paars en voor mij een blauwe. En dan ook zo andersom. Pak hem maar even. Ik heb geen kracht, man, in mijn handen. Zo, dank u wel. Top. Thank you. Ik zag hem gewoon. Vond ik leuk. Afrikola. Wat is dat nou weer? Volta, nee, dat is het niet. Hier, beneden, nee, niet. Volta, nee, ook niet. En de agurken. Kleine agurken. €1. Ja, €1. Serieus. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en hier heb je ook weer van alles te zien en te beleven. Ja, we zijn nu bij Kaufland. Zetterkaas. Lekker, zegt hij ook nog. Lekker. Tabasco hoef ik niet. Macaroni cheese. €3,99. Ja. €1,50. Zonnebloemolie. Okay. Ja, €1,50. Wat is dit dan? Heb je hier en hier ook nog weer wat? Ja, en hier is hij een goedkopere. Hier zijn ze €2 en bij die andere €2,40 zoiets. Dus alsjeblieft, meneer. Kijk, en hier is het ook weer een stukje goedkoper. Zoals de tomaten en alles. Ja, het slaat echt werkelijk nergens op. Ik weet het, jongens. Ik weet het. We weten het. Zal ik het zo zeggen? We weten het dat het hier nergens op slaat. Nee. Ja, bijna wel. Kijk, dit is dan wel weer gewoon duur. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. En je moet ook gewoon goed kijken. Hier, ook hier in Duitsland. Moet je ook gewoon goed uitkijken wat je koopt. Sowieso, je moet altijd uitkijken. Altijd oppassen met wat je koopt. Maar dat is altijd overal wel, denk ik zo. Ja, joh. Hè, schat? Je moet altijd een beetje uitkijken en wat je koopt, hè? Ja, dat kan. Alles kan. Wat niet kan, koffie kan, thee kan, oranje kan. Alles kan. Hè? Mauve-pikcreme. Ja, dat is fijn. Ja. Oh, man. Ja, ja, we gaan gewoon eens even sneupen en kijken. Kijk, dit is handig. Deze. Dat is dan zoveel. Heb ik dus ook. Dat is dus deze dus. Heb ik ook die van Fusselers, heb je dat? Ja. Helemaal top. En ik heb dan dit eventjes weer gekocht. Ik heb hier 4 van. Ik heb dan hier weer 4 van. En dat is dan dat. En heb ik daar ook weer 4 van. En vandaar 4 van. Ja, lekker zo. Top.
Karin die doet de boodschappen, letterlijk en vrolijk. Hij is handig. Karin die doet boodschappen. Hi schat, was ik weer. Waar kijk je naar? Ligt hier met cirkels. Niet zo lekker. Ja, dat zal wel. Ik vind het prima. Het is best. Want dit is dan weer 1,50. Dus kun je nagaan dat de goedkoper is. Ja, ja, ja leuk. Hey. De goedkope die en die dus en goedkoper is. Ja. Hier en hier had jij de kaas vandaan. Maar de kaas is ergens die kant op volgens mij. Verderop, kaas. Heb je de worst vandaan? Ja, ik heb zoveel worst nog steeds in de koelkast. Dus nog steeds veel worst. Ach ja, maakt ook niet uit. Nee hoor, totaal niet. Echt niet, maakt allemaal niet uit jongens. Echt niet. Ik vind het helemaal prima. Ja, ik vind het helemaal best. Maar kijk je nou op je dop. Ja, de pikker. Ja, ik zie het. Ja. Ja. Leuk. Toppie, toppie, doppie, dop, chop, 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 chop. Tomatenketchup, wat zei jij? Ik zoek een tomatenketchup. Ja, heel veel op een rij. Het begint daar en het eindigt daar ergens. Ja, echt hè? Wauw. Wat? Welke moet ik nou hebben? Ja, weet ik ook niet. Moet je vragen. Nee. Nee, precies dat. Helemaal goed. Doe je helemaal goed. Ik kan ook wel eens geen keuzes maken. Scheelt ook weer. Nou, hier hebben we allemaal weer vis, 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 vis. Allemaal vis. Niet vies, maar vis. Ja, vis. Garnalen. Nou, Rolly loopt hier allemaal weer. Ja, top. Oh, die minis. Ja, en die vond je lekker, ja. Klopt. Die vond je inderdaad lekker, ja. Hè? Niet verbrand, dat vind ik niet lekker. Nee, niet jammer. Ik wou het je net aangebrand geven. Nee, verbrand. Oh, verbrand. Ja, dat is waar. Ja, ook dat. Klopt inderdaad. Die meter. Dat we allemaal. Soepgroenten. Ah, is dat soepgroenten ook? Okay. Italiaans of zo, wat is dit? Italiaans met? Oké, okay, Italiaans. Lust jij niet? Italiaanse kunst. Ja, neem ik er gelijk 2 van mee, helemaal goed. Ja, waarom niet? Je bent er nou toch, hè? Ja, dat is wel top, hè? Neem je er deze niet mee. Dit is met. Rustica. Ja. Allemaal. Nee, zo, hartstikke mooi. Check. Top. Maar ik kom er niet uit. Spinazie. Geen idee wat zij. Wat? Je moet naar de informatie bij komen. Oké. Nee, maar de spinazie, alle crème. Ja, de crème spinazie. Is dat lactose? Dat is deze, hè? Die. Crème spinazie lactose. Welke is dat? Ja, maar welke is dat? Van welke van de? Lactosevrij. Schat, even normaal Nederlands, alsjeblieft, zou fijn zijn. Wat is spinat? Wie is spinat? Wat is spinat? Oh, dat is van even een iglo. Nee, dat is duur. En dit is dan deze? Jongenspinat. 3 euro nog wat? Nee, laat maar. Het is dus nu hier 2 euro. En bij Kaufland, moet ik het wel goed zeggen. Ja, daarom ook bij Kauflandje. Kijk, hè? Er zijn nog meer naar achter. Ja. Ja. Kijk,
Dan kun je deze eruit, Jekkero. Misschien voor in de auto of voor doosjes. Kijk, 1, 2, 6, 8, 10. Hey, hey. Toch wel? Hè? Huh? Hij is wat zwaar. Niet weer komt, weet je niet. Hè? Niet weer komt, weet je niet. Natuurlijk lekker vriezen. Doe maar voor mij er nog maar één bij. Hè? Hoeveel heb ik er nou dan? Vier. Hè? Vier. Nee, 1, 2, 3, 4, 5 heb ik er nu. Jij hebt er 4, ik heb er 2. Nee. Ik heb er 3. Totaal 8. Ja? Ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik heb er 3, gaan er weer af. Hoe bedoel je? Dan heb je er nog maar 2 over als ik er 3 heb. Ik snap jou nog niet. Ik heb er 5. 3 zijn van mij. Ja? Ik heb er 2 over voor jou. Ik snap 5 min 3 is 2. Ik snap jou nu niet. Help even. 5? Ja, ik... Min 3? Luister nu even wat ik wil zeggen. Luister nou even wat ik wil zeggen. Ja. Ik zeg van, ik heb er hier dus nu 1, 2, 3, 4, 5. En jij hebt daar 3. 3 van mij. Heb jij er nog 2 over? Ah, wel nee, want ik heb hier nou 3. Dus dat is lulkoek. Lulkoek, is dat lekker? Maar wil je er 3 bij hebben dan? Nee. En bij, nou dan. Nou dan. Ik heb er al 3. Nou dan. Dan heb je er 6. Nou dan. Ik hoef er geen 6. Nou dan. Jij. Nou dan. Begin dan ook niet met die onzin dingen naar mij te blaren. Nergens in. Schat, alsjeblieft. Ik... Ja, deze voor jou. 14. Voor 3 euro. Ja. Proteïne. Maar wel heel weinig hoor. Weet ik veel. Nee, dat weet ik dus niet. Dus ga... Kijk, en dat is dus... En wat dat vrouwtje bedoelde. En dat is dus... En wat dat vrouwtje bedoelde. Doe dat dus niet. Dat gedram. Gedram? Nee. Ja. Dat... Nee, nee, dat, nee, dat is geen vraag. Ik zeg van, weet ik veel, dus, en dus dat is geen vraag. Dat is een antwoord. Ik weet het dus niet, dus weet ik veel. Nee, ik weet het dus niet, Ro, dus ga er ook niet op in. Ga er ook niet op in, please, dank je. Shitje. Ha, mijn god. Moet ik echt alles 100 keer tegen jou zeggen vandaag? Ja, dat dacht ik al. Hou ze praten! Ja, lekker lemonmoes. Bah. Ja, voor jou misschien wel, voor mij niet. Maar we gaan weer even kijken, jongens, want ik ben al 3 minuten nog wat aan het lullen. Ja. Ja, lieve schatten. Ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe duimpje mijn vingertjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.